hartstikke leuk dat jullie er zijn. Mijn lieve Kim en ik ben Hestia. En wij importeren dus al onze wijnen zelf. Dus het is ook de bedoeling dat wij jullie gaan vervelen of vermaken. Hopelijk het tweede. Met leuke verhalen die we ook zelf hebben. Want wij kennen echt al onze wijnboeren zelf. Wij zijn overal geweest. Wij willen jullie eigenlijk meenemen op die reis en onze wijnboeren in ieder geval een aantal ervan ook leren kennen vandaag. Hebben jullie vier verschillende flesjes gekregen. En het idee daarvan is dat je gewoon, terwijl wij aan het vertellen zijn, dat je gewoon lekker aan de slag gaat met proeven. Ga niet meteen al vier de wijn proeven, terwijl we nog bij wijn 1 zijn. Het is wel aan te raden dat je een beetje de wijn matcht met het verhaal. Maar het is dus niet dat je hoeft te wachten totdat wij zouden gaan vertellen wat jij moet proeven of wat jij moet ruiken. Want in dat geval kun je ook heel lang wachten, want wij gaan jou niet vertellen wat jij moet doen. Wij gaan er nou ook echt vanuit dat je dat heel goed zelf kan proeven. Want uiteindelijk is het stukje smaak is gewoon heel erg persoonlijk. Dus hetgeen wat je precies proeft, is persoonlijk. We vertellen je natuurlijk wel gewoon over de wijnen, bijvoorbeeld wat gangbare dingen. We vertellen je allerlei andere leuke dingen over de wijnen, het wijnhuis en de omgeving. Maar niet specifiek, dit moet je ruiken, dit moet je proeven. En daarbij is het dan, als ik dan zeg van, nou proef lekker tijdens dat we aan het vertellen zijn. Je hoeft niet meteen het hele flesje in je glas te gooien. Je mag ook een beetje bij beetje doen. Wij laten dat tempo lekker aan jou. Ik bedoel, wij zien toch niet over hoe snel of hoe langzaam het precies gaat. Maar voel je dus helemaal fijn om te proeven. Daarbij ook even praktisch om te weten is dat wij na elke wijn waarover we hebben verteld. Dat we dan ook eventjes een pauzemomentje in lassen. Dan kun je zelf even rustig nou. Dat glas opdrinken. Zelf nog even onderling wat kletsen. We gaan op reis. En vorige keer aan het einde van rit 2. Zijn we geëindigd in de wijnregio Priorat bij het wijnhuis Savonis di Bacchè. Klein stukje binnenland in bij Tarragona. Dus daar zijn we geëindigd. Dus daar gaan we vandaag weer starten. En we gaan op reis rijden langs de Middellandse Zee. Echt naar het zuiden van Spanje. We rijden Valencia voorbij. We komen in Alicante. Nou, Alicante, misschien voor een aantal van jullie dat jullie al zo gelukkig zijn geweest om er een bezoek aan te kunnen brengen of aangebracht te hebben. En zo niet, dan is het echt een tip om er naartoe te gaan. Valencia is absoluut een hele mooie stad. Als je ook op zoek bent naar gezelligheid, de Spaanse authenticiteit. Dan is Alicante echt een super aanrader. Het is een stad aan de Middellandse Zee, zoals we weten. Het is een waanzinnig mooie water. We hebben een jacht aan de hele bekende boulevard van Alicante met de palmbomen. En je zou het eigenlijk niet denken als je dit allemaal zo ziet. Maar op het moment dat we van Alicante het binnenland in rijden, dat is... Het is heel leuk. Het is een soort vals pad. Je hebt helemaal niet eens door dat je omhoog rijdt. Maar nou, voor de airbender, je kijkt in de auto, kijk op de hoogtemeter. We hebben ineens, we zitten al op 500 meter hoogte. En dan terwijl we dus net bij die zee vandaan zijn gereden. En waar komen we dan? Komen we eigenlijk in hetgeen waar je misschien van Spanje wel kent. Het is wel door, het is droog. En dan denk ik van, kunnen daar dan wijnstokken groeien? Ja, gelukkig wel. Echt gelukkig wel. Want waar gaan we naartoe? We gaan naar het dorpje Viena.
En daar is het wijnhuis Las Virtudes. En bij Las Virtudes hebben ze een hele leuke lijn ontwikkeld. Gewoon heel vrolijk. Dat is dus ook waar we vanavond mee starten. Met hun vrolijke La Virtue Del Mar. Dus eigenlijk, nou, La Virtue, dat is deze dame. Dus de Del Mar van de zee. Nou, zee meer min, vind ik wel passend voor de volle. Van de zee. Dit is dus de wijn die ik nu ook in mijn glas heb, die hopelijk jullie ook in je glas hebben. En nou ja, zoals je kan zien, een witte wijn. Deze wijn, je ruikt het eigenlijk al. Je ruikt en denk je, ja, Sauvignon dan. Hij stuift gewoon dat glas uit. Het is typerend de geur van een Sauvignon Blanc. Het leuke is dat Las Virtudes heeft voor de La Virtue Del Mar. Niet alleen de Sauvignon Blanc, bekende druiven, niet alleen de Sauvignon Blanc gebruikt, maar ook een autochtone, dus echt een lokale druif uit dit deel van Spanje. En dat is de Merceguera. Merceguera is een druif die, zoals ik zeg, alleen maar in dit deel eigenlijk voorkomt. Dus vooral echt daarvan, hij komt er ook echt origineel vandaan. En dat is een druif die gebruikt wordt in een blend. Dus om te mixen met andere druiven. En het voordeel van die druif is, hij geeft een bepaalde souplesse frisheid en een klein beetje tropische hint geeft hij aan die wijn. En dat ruik je dus eigenlijk net een klein beetje door die Sauvignon Blanc. Het leuke van de La Virtue Del Mar is ook nog dat het biologische wijn is, dus hij is volledig biologisch gemaakt. En sinds deze jaargang, want wat we hier in ons glas hebben, is het allernieuwste jaargang. Dat is dus 2020. Dus dit zijn druiven die midden in coronajaar rijp zijn geworden en zijn geplukt. En ja, die hebben wij gelukkig nu al in ons glas. Dus het allernieuwste jaargang. Dit is ook een wijn die je echt graag jong en fris wil drinken. En deze nieuwste jaargang hebben wij op de fles staan dat die zelfs vegan is. Dus voor wat het waard is, en vegan en biologisch, en dat bij gewoon eigenlijk zo'n heerlijke, frisse, witte wijn, die gewoon ideaal is op zondagmiddag op het terras, bijvoorbeeld. Lekker in de tuin. Ja, als je deze, zoals ik al zei, als je deze ruikt, dan is het echt het typerende voor die Sauvignon Blanc. Die stuift eruit. Het is het hele frisse, maar je ruikt echt het fruit ook. En je merkt gewoon van nou, dit is jong, dit is fris. Dit is een wijn die ervoor zorgt dat ik wil nog een slok nemen. En heerlijk als gewoon als aperitief, of zoals ik zeg, gewoon in de tuin, op het terras, waar dan ook, gewoon lekker fris in bijkletsen. Het is een wijn die niet noodzakelijkerwijs bij het eten hoeft. Hij kan natuurlijk bij de lichtere gerechten, kan die absoluut. Als je gewoon lekker iets van een fruit de mer, zeevruchten, hebt, dan gaat hij natuurlijk helemaal heel prima bij. Maar ik zou hem gewoon lekker zo drinken. Hoe zijn we bij dit wijnhuis gekomen? Dit is eigenlijk ik denk de allereerste keer dat ik dus met Las Virtudes kennis maakte. Dat was echt letterlijk in het centrum van Alicante. We zaten daar bij een restaurantje. Ik geloof dat we op dat moment ook echt aan die kleine schelpjes, waar ik nu eventjes de naam niet van kan herinneren, maar dat echt wel een aanrader is om een keer te eten. Kom maar even terug op de naam. Maar daar zaten we aan en we hadden dus gevraagd aan de ober van, joh, wat draag je hierbij aan? En hij had ook gezegd van, ja, niet heel veel mensen die kennen de wijnregio Alicante, maar er komen hier zulke mooie wijnen vandaan. En ons favoriete huis om mee te werken is het wijnhuis Las Virtudes. Dus, nou ja, wij waren wel geïnteresseerd. Even uitgezocht van waar dat wijnhuis dan precies lag. Langs gegaan en echt wel heel erg gaaf. We werden daar heel erg enthousiast. We werden daar welkom geheten door Clara. En
hebben toen ook meteen een hele tour hebben gekregen door het wijnhuis. En één ding is wel heel erg duidelijk. Ze zijn ontzettend trots op, zeg maar, de druiven waarmee ze werken. De plek in Spanje waar ze zitten. En ook op, zeg maar, het feit dat ze zo ontzettend goed ontvangen worden door de locals. Ik zeg maar, hoe ik het begreep van Clara, is eigenlijk het merendeel van de mensen die bij hen wijn komt halen, dat zijn ook mensen die, maar wel een familielid bij Las Virtudes ook daadwerkelijk werkt. En ze liggen dus echt een beetje zo aan de rand van het dorp. En het is best een groot gebouw. En als je dan, zeg maar, daar naar binnen loopt en een, ik zit even te denken of die trap nou echt naar beneden ging. Volgens mij wel. Je gaat, zeg maar, een stukje zo naar beneden. En dan kom je dus uit. En zeg maar, volgens mij zijn het 4 of 5 gangen zo naast elkaar. Dat je echt zo helemaal de wijnen ziet liggen die daar in houten vaten liggen te rijpen. En dat zijn dus een aantal van hun eerbetoonwijnen. Dus de wijnen die echt, zeg maar, van een van de rode druiven daar van de strik zijn gemaakt. Maar tijdens zo'n rondleiding krijg je ook echt, zeg maar, zoveel mee van de passie die ze hebben voor die wijnen. En dat, ja, dat is, ik zou willen dat ik dat, zeg maar, soort van bottelen en mee kon geven. Ja, misschien is dit dan de beste manier om dat dan te proeven. Maar ook wel heel erg tof, we zijn niet alleen de wijnkelders zijn er ingenomen, we zijn ook mee de wijngaard ingenomen om daar echt waar we een aantal van hun vaste plukkers hebben gesproken, die dus dan trots vertellen over, nou, de oogst dit jaar is zo fenomenaal goed. We kunnen eigenlijk niet wachten totdat we het in het glas gaan proeven. En dat, ja, dat maakt wel echt dat je meekrijgt dat het is niet, zeg maar, zoals in Nederland een beetje meemaken, alleen maar wijn is, zeg maar, hetgeen dat je in je glas hebt. En daar is het gewoon echt een product dat leeft, dat, zeg maar, ook een geschiedenis, een verhaal heeft. Zo bijvoorbeeld ook het etiket dat je net zo zag met het ondeugende zeemerminnetje. Daar, zij hebben dat, zeg maar, ook nog eens door een lokale kunstenares hebben ze dat laten maken. En die heeft dus ook meteen een hele serie voor diverse wijnen heeft ze dan ontwikkeld. Dat je daar weer verschillende actievormen zo ziet. Het is, ja, ik hoop dat jullie een beetje doorkrijgen in het verhaal. Maar het is echt een huis om heel erg enthousiast van te worden. En ik hoop dus ook dat jullie echt genieten van deze wijn. Zijn jullie klaar? Want we gaan weg uit Alicante. En ja, we waren al een stukje het binnenland ingegaan natuurlijk vanaf de zee. En we gaan nu echt dwars door het binnenland van Spanje. Dus bereid je voor op nog meer droogtes. En we gaan nog verder omhoog. Dus net al zijn we zaten al op zo'n 500 meter hoogte. We gaan echt nog verder omhoog. We gaan richting die 1000 meter hoogte. Hoe raar dit ook klinkt. Want we zitten in Spanje. We zitten heel in Zuid-Europa. We gaan echt naar echt hoog. En we gaan naar Madrid. Nou, mocht je al eens in Madrid zijn geweest, dan weet je wat ik bedoel met hoogvlaktes. Madrid ligt echt, als je daar weer is, je ziet de bergen er overal omheen. Want wat gebeurt er als je uit die hoogvlaktes komt? Je daalt eigenlijk weer af naar Madrid. Nou, wij gaan gewoon om Madrid heen. Dus we gaan weer, daarna gaan we weer omhoog. Echt goed omhoog. We hebben hier zelfs in de sneeuw gereden. Toen we hier reden, weer in februari. En we gaan naar de stad Valladolid. Valladolid is echt een... het is echt op en top een Spaanse stad. Het is een stad waarbij je normaal gesproken misschien helemaal niet eens denkt van, oh, laat ik hier stoppen. Want het kan heel goed zijn dat je er zelfs door of langs gereden bent. Als je op doorreis naar Portugal was bijvoorbeeld, dan rij je langs Valladolid. En dat het niet in je opkomt om er te stoppen. Tip, ik zou het volgende keer gewoon eens proberen. Want het is op en top Spaans met echt hele leuke van die authentieke Spaanse kleine barretjes. En gewoon straat na straat
Dus je kan hier waanzinnig leuke tappa-tochten doen. En weer een voorbeeld daarvan. En dan, als je zo'n tappa-tocht doet, dan is er een hele grote kans dat je, als je een lokale wijn wilt drinken, dat je een wijn krijgt uit de wijnregio van Cigales. Want waar zitten we hier? We zitten hier in de provincie van Castilla y León. En een van de wijnregio's hier, een van de minder bekende wijnregio's voor ons hier in Nederland. Want we kennen de Rioja, we kennen de Ribera del Duero. Maar wij kennen Cigales eigenlijk hier in Nederland niet. Maar de Spanjaarden kennen Cigales wel. En vooral vanwege de rosé. Ze maken daar waanzinnig mooie rode wijnen. Ze maken heerlijke witte wijnen. Maar als het gaat om rosés, dan is Cigales is dé regio in Spanje. Elke Spanjaard wil zeggen, als je een rosé, een Spaanse rosé drinkt, dan moet die gewoon uit Cigales komen. Nou. En dan rijden we dus naar die regio. Cigales is echt een klein stukje rijden vanuit Valladolid. En daar werken wij samen met Sinforiano. En Sinforiano is het rosé wijnhuis van Cigales. Dus moet je voorstellen, we zitten al in de rosé regio van Spanje. En dan hebben we ook nog het meest bekende rosé wijnhuis van Cigales. Nou, dan heb je het wel goed voor elkaar tegen, zou ik denken. En het hartstikke leuke is dat Sinforiano is zo goed in het maken van rosés. Zij kunnen ook een rosé maken die op eikenhouten vaten heeft gerijpt. En dat is wat je hier in je glas hebt. Dat kan wel een beetje verwarrend zijn geweest. Omdat je denkt, maar is dit nou echt een rosé? En dan heb je ook nog straks een witte, dat klopt. Die komt zo meteen echt aan het eind. Dat is echt nummer 4. En is het nou een rosé? En dan heb je toch twijfel. Dan denk ik, ja. En ik begrijp dus dat je twijfelt. Maar het is een rosé. En waarom is hij nou zo donker? Want ten eerste is hij gewoon donker omdat in Spanje heel vaak de rosés al donker kunnen zijn. Hè? Hoeft niet per se. Sinforiano kennen we ook van de Kelly als heel mooi zandponsen. Maar heel vaak in Spanje zijn de rosés wel donkerder. Omdat ze er bewust voor kiezen om de druivenschillen langer mee te laten weken. Om het maar even simpel te zeggen. En die druivenschillen die geven de kleur af aan de rosé. Nou, bij deze, omdat hij dus ook nog op eikenhout vaat heeft gerijpt. En surli, dus hij heeft surli op eikenhout vaat. Nou, dat surli, dat zijn we in onze eerdere rit ook tegengekomen. En dat betekent dus dat je de wijn, die laat je nog even rusten op eigenlijk zijn resten na de fermentatie. Dus dat zijn de resten van de gist en zit vaak ook nog iets van die fermentatie, van die schillen kunnen er ook nog een restje bij zitten. En dat trekt ook nog natuurlijk iets verder in die wijn. Het zijn niet de schillen zelf, hè? Dus op een gegeven moment kunnen hele kleine restjes daarvan zijn. Nou, en die eikenhouten, die rijpen met die eikenhouten vaten, zorgt ervoor dat de kleur nog intenser wordt. En dus eigenlijk bijna een beetje lijkt op een lichte rode wijn. Deze wijn is ook qua temperatuur zou ik adviseren niet te koud. Dus niet echt op die ijskastemperatuur van zo'n 7 graden. Maar net ietsje hoger. Een graad op 10 tot 12. Daar is dit echt helemaal perfect. Deze wijn wordt gemaakt van rode druiven. Heel gangbaar voor een rosé natuurlijk, want je hebt die kleur nodig. Dus die schillen van die rode druiven heb je nodig. Kleur om te zorgen dat het een rosé wordt. En witte druiven. Dus even op zorgen dat we wel op één lijn zitten. Het is niet rode wijn en witte wijn door elkaar. Want dat mag in Europa echt absoluut niet. Daar, op die manier mag geen rosé gemaakt worden. Uitgeren in champagne met een rosé, maar daar ga ik jullie niet mee vervelen.
En dus mocht je daar iets meer over willen weten, dan hoor ik het wel een keertje. Maar in dit geval zijn het dus echt de rode druiven en de witte druiven. Nou, in dit geval de rode druiven die gebruikt worden, dat zijn de Tempranillo druiven. En de witte druiven die gebruikt worden, zijn de Verdejo en de Albio. En Albio is een druif die echt gebruikt wordt in deze regio, ook weer als een blend druif. Dus een druif om te mixen. Je ziet eigenlijk vrijwel nooit 100% Albio wijnen. Maar het is wel een druif die ideaal is om te gebruiken in die mix. En nou, dat doen ze hier bij Sinfloriano dus ook. Nou, we hadden net al over de kleur. Je zit dus eigenlijk bijna een beetje bij een lichte rode wijn. Ik denk ook dat als je je ogen dicht zou doen en je zou hem, je proeft hem dus zonder dat je ziet wat de kleur is. Denk ik dat je bijna jezelf over de gek kan houden. En denk ik van, nou, het zou zomaar een hele lichte rode wijn kunnen zijn. Maar als je dan echt goed proeft, denk je, nee, het is wel ook onmiskenbaar rosé. Het frisse wat een rosé brengt, dat brengt deze ook. Er zit absoluut die fruitigheid aan. Er zit die hele complexiteit door die rijping op die eikenhouten vaten. En dit is dus een wijn met echt gelaagdheid, met complexiteit. En dat is zo leuk bij het eten. Dit is een wijn om echt bij, als je denkt in wijn en spijs, is dit ook weer zo'n ontzettend leuke wijn om mensen mee te verrassen. En dat om jezelf voor een heel groot plezier te doen. En deze wijn was ook een beetje een tip van, god, denk eens aan iets wat een beetje een wat gerookte stijl heeft. Dus je kan een beetje aan ik had het ook al gezegd, met je pulled pork, een beetje barbecue smaak. Chicken, een beetje dat barbecue eraan. Dus een beetje dat gerookte. Andere barbecue gerechten, groenten van de barbecue. Dan is het een bruschetta ook van barbecue, met dat soort type. Als er gewoon een heel klein beetje zo'n grill karakteristiek aan zit, daar doet hij het heel erg goed bij. Ja, zo zijn er gewoon heel veel leuke gerechten te bedenken om jezelf plezier mee te doen met deze wijn. Die tapa tour waar Heske net over vertelde. Ik wil jullie even mee proberen te nemen naar zo'n momentje. Dus stel je voor, we hebben net het eerste restaurantje hebben achter de rug. We hebben net jouw favoriete tapas op. Mijn favoriete toevallig ook. Ik moet nu even gaan bedenken welke mijn favoriet is, want ik heb eigenlijk best wel veel favorieten daarin. Pimentos de Padron, die had ik op. En we gaan door naar de volgende tent. En ik denk, we hebben zin in een glas rosé. Dus wij bestellen een glas rosé, waarop we vervolgens de vraag krijgen van de ober: bedoel je niet een glas Simfo? Bij de top, als je dit zo aanraadt, dan gaan wij dat zo bestellen. Om vervolgens een glas rosé voor onze neus te krijgen. Vervolgens valt het ons allemaal op, terwijl we daar zo aan onze tapas in ons glas Simfo zitten, dat niemand bestelt een glas rosé, iedereen bestelt een glas Simfo. En dat is het moment waarop we doorkrijgen. Blijkbaar heeft iedereen hier een white wine, heeft door dat als je een lekkere rosé wilt drinken, wat drink je anders dan Simfo? En met dat in het achterhoofd, laten we dan nu gaan rijden naar het wijnhuis Sinforiano. Ik ga even proberen een soort van beeldschets te doen over hoe dat huis er zo uitziet. Want je rijdt dus door, ik was van overtuigd dat het grasvelden waren, maar waren het echt graanvelden die je in een beetje goede jaartijden zo ziet. En ook een heleboel wijnstokken, want we rijden natuurlijk door een wijnregio naar een wijnhuis toe. En dan is het je misschien opgevallen, als je hier zo naar de slide kijkt, dat er echt best wel een oranje tint daar op dat huis terugkomt. Nou, zeg maar gerust, schreeuwend oranje, dit was bijna Nederlanders, komt deze kant op een uithangbord. En ja, dat hebben we toen dus ook gedaan. Kennis gemaakt met het familiehuis, en dit is echt, jongens, als je nog... Nou ja, als je nog na deze wijn nog niet enthousiast was over het huis, kom dan gewoon naar de winkel en dan gaan we nog meer proeven. Maar dit is een huis dat je echt, zeg maar, waar je meer van wilt leren. Het is dus ook echt een familiehuis. Hier zie je de tweede en derde of de derde en vierde generatie. Die zie je op de slide staan. Ook allemaal, voor zover ze mogen,
met een glas wijn in hand. En zij zijn allemaal opgevoed met de passie voor het maken van wijnen. En dan ook echt, zeg maar, het is er bijna met de paplepel ingegoten van, je gaat met respect, ga je met de wijngaard om. Je zorgt dat je ook zelf in die wijngaard bent om te kunnen zien van, eigenlijk zoals Miguel ons het ook zo treffend vertelde toen hij onze rondleiding door een van de wijngaarden gaf. Hij kon echt letterlijk gewoon per stop kon hij vertellen welke druif daar dan weer groeide. Want dat is wel weer een dingetje. Bij die oudere wijngaarden is het niet dat het allemaal stokjes die netjes op een rijtje geplant staan. Nee, het is gewoon, je hebt één gigantische struik daar. Struikstok daar. Daarna een stukje verderop heb je weer een ander staan. Hij kon dus echt gewoon over een paar hectare kon hij precies per stok vertellen wat daar dan weer aan groeide. Maar ook dat hij zei van ja, op het moment dat je zeg maar fysiek, dat je zelf aanwezig bent en je kijkt dus van, hé, deze tros, eigenlijk is dit allemaal klaar om geoogst te worden, dan kun je ervoor zorgen dat je elke keer rijpe dingen oogst. Terwijl op het moment dat je, nou ja, heel platgeslagen zegt, als je een machine een opdracht geeft, die machine die loopt zijn rijtje wel af. Die gaat niet kijken van, oh, dit had misschien eigenlijk nog 2 dagen later pas geplukt moeten worden. En dat zie je echt in heel veel dingen van ze terug. Ze zijn continu bezig met wat voor effect hebben onze handelingen op de kwaliteit van de wijn die we maken, maar ook wat voor effect is de dingen die we nu doen en gebruiken in de wijngaard, wat heeft dat ook weer voor de toekomst van de wijngaard en dus ook de toekomst van het wijnhuis voor effect. En ik hoop dat we, ik hoop dat we al snel weer op vakantie kunnen gaan, maar vooral is dat zodat jullie ook een keer zeg maar langs kunnen gaan bij dit wijnhuis. Als je dan dus bijvoorbeeld gestopt bent weer bij jullie niet, dat je dan toch even voor die tijd contact hebt gehad met ons, zodat wij kunnen helpen met een bezoekje aan het wijnhuis. We hebben namelijk ook een keer in de zomer hier zo gaaf bezoek aangebracht dat mama die had toen een hele lunch had ze voor ons voorbereid. En we toen al hun rosés hebben toen mogen proeven. Nou echt in het zonnetje met dan zo die wijnstok op de achtergrond. Het is gewoon heel team genieten. En ja, ik hoop dat jullie dat dus ook van deze wijn zou kunnen doen. Ook wel leuk om trouwens te weten dat deze wijn, die wordt dus ook gewoon echt een beperkte oplage wordt die gemaakt. Ze zetten ook altijd op het achteretiket hoeveel flessen er zijn gemaakt. Maar ook dus ook precies welke fles van die aantal flessen jij in je hand hebt. Dus dat is eigenlijk ook dus een collectors item dat je nu dan aan het drinken bent. We gaan naar Frankrijk en we gaan dus vanuit het noorden van Spanje, vanuit Valladolid, we gaan richting San Sebastian en daar gaan we grens over tussen Spanje en Frankrijk. Dus we zitten hier aan de andere kant, we komen net van de Middellandse Zee vandaan, we zitten nu bij de Atlantische Oceaan. En we gaan bij Bayonne ongeveer, dus het echt zuiden van Frankrijk, gaan we de binnenland in. We rijden bijna een beetje parallel aan de Pyreneeën. En we gaan bij Pau, bij Lourdes. Hij staat hier bij Pau, maar we gaan een heel klein stukje nog verder daar vandaan naar het noorden. Tegen dus, zoals je ziet, we zitten echt nog wel in dat hele gebied van die Pyreneeën. Dit is de regio Zuidwest-Frankrijk. Niet zo raar, daar zitten we ook echt letterlijk. Maar zo heet hij dus ook echt. En wat ze dus ook zeggen, als het gaat om de wijnregio, is dit ook de wijnregio Zuidwest-Frankrijk. Daar is een Rennes, AOC heet dat in Frankrijk, dus een specifieke wijnregio. Dat is de Marivan. Een van de wijnhuizen in Madiran die in staat is om van die hele lastige druiven die daar groeien, om nog hele prettige wijnen te maken, die je ook gewoon nog heel graag wil drinken zonder dat je ze 20, 30 jaar moet laten liggen en dan hopen dat die op dat moment nog een beetje dat die iets toegankelijker geworden is.
Maar een van de wijnhuizen die dat kan, dat is La Vie Teston. Château La Vie Teston. Van de familie Lafitte. En waar hebben we het dan nu over? Want de wijn die je nu dus in de glas hebt, dat is wijn nummer 3. De Reflet du Terroir. Een Reflet du Terroir, dat is dus eigenlijk het weergave van de terroir. Nou, die Fransen die kunnen dat heel mooi. Terroir bij de Fransen, dat is gewoon alles. Alle externe invloeden die je, en dat betekent dus ook inclusief de bodem, de wind, en het klimaat, en de zon, en ja, alles. En dat noemen ze terroir. En daar zijn ze echt heel erg mee bezig. Dat is voor de Frans waanzinnig belangrijk. En we hebben hier een wijn die gemaakt is van 80% Talant druiven. 10% Cabernet Franc en 10% Cabernet Sauvignon. Dan denk ik, gelukkig heb ik er nog eentje die ik herken, de Cabernet Sauvignon. En die Talant, die 80%, nou, kom maar op dan. En ja, we hebben vandaag een belangrijk leuke wijn voor jullie uitgekozen. Dat zijn er van toch wel de net wat apartere. En hier dus ook, Talant is de autochtone druivensoort hier van de regio Madiran. Hier is, dit is eigenlijk echt waar die vandaan komt. Talant, naam zegt het al, die verklapt het eigenlijk al wel een beetje. De Talant druif is een druif die zeer rijk is aan tannines. En leuk weetje daarin, voor wie dat ook leuk vindt om te weten. Tannines komen uit de schil en uit de pitjes van druiven. Nou, deze druif, die Talant, die heeft dus een schil die al redelijk tanninerijk is, maar ik dacht al is het. En wat ook nog grappig is, is er dus achtergekomen dat eigenlijk de Talant-druif, de gemiddelde wijndruif, die heeft 3 pitjes per druif. En de Talant-druif heeft er 5. Dus dat betekent dat je op die manier natuurlijk al je tannines omhoog gooit. Want daar zit gewoon een heel groot deel van je tannines in. Tannines zijn voor heel veel mensen misschien wat moeilijk. Tannines zorgen er namelijk voor dat een wijn dat hele drogende gevoel krijgt. Hij gaat het is bijna alsof je denkt van hij gaat een beetje schuren, hij gaat een beetje drogen, je voelt hem hier achter, het gaat hem een beetje samentrekken. En dan denk je van, niet drinken, wel drinken, dit is juist leuk, dit is wijn, dit is karakter. En die tannines zijn zo mooi als je dat gecombineerd met het eten. Zet naast die tannines een stukje rood vlees. En die eiwitten van dat rode vlees, die zorgen ervoor dat die tannines dus weer gewoon echt heel mooi soepel worden. Dus dat is juist het leuke aan wijn. Dit is echt wijn met karakter. Dit is natuurlijk wat lastiger en wat moeilijker en het drinkt niet zo makkelijk. Maar wat wel een hele goede reden is om een wijn van de Talant-druif te drinken, is dat de Talant-druif zorgt voor de, echt, hij steekt er met kop en schouder bovenuit, hè? Dus het is niet een beetje meer, maar voor het allerhoogste antioxidantenniveau van rode wijn. We weten dus al dat een glas rode wijn op zijn tijd, dat echt helemaal niet slecht is. Bijna wordt nog altijd misschien zelfs nog wel goed voor je kan zijn. Niet te veel natuurlijk, maar een glas rode wijn op zijn tijd. En als je dan dus van het tanat ruikt, nou, dan heb je er dus een steekt in kop en schouders bovenuit door die antioxidanten die erin zitten. Is dit er eentje die eigenlijk voor de Talant nog vrij toegankelijk is? Want
Lafitte maakt ook, Lafitte du Château Lafitte de Stomp, maakt ook een vieille, heet die? Dat is 100% van dat druiven. Nog krachtiger, nog uitgesprokener. Super. Maar deze is iets langer. Deze wordt ook niet op nieuwe eikenhouten vaten gereikt. Maar deze eikenhouten vaten die zijn al 2-3 keer eerder gebruikt. Dus die geven iets minder dat krachtige af. En daardoor is hij ietsje soepeler. En zoals ik al zei, dit zijn de wijnen die je echt drinkt bij het eten. Dit is een wijn bij een goed stuk rood vlees of gewoon bij eend. En dit is de regio hier in het Zuidwesten. Dit is de regio van eend. Daar kan je ook hartstikke mooi bij. Maar zorg echt dat je deze wijn bij het eten drinkt. Ik hoop echt dat je ook het karakter en het uitgesproken kan waarderen. Want Château Lafitte is dan hier neerzet. Nou, en ik heb alvast goed nieuws voor je. Want hier door deze wijn alvast geproefd te hebben en dus een beetje te weten wat je kan verwachten op het moment dat je een wijn van Tannat druif drinkt, dat betekent dat je dus eigenlijk al redelijk klaargestoomd bent voor het moment dat je weer naar het eerstvolgende Fête de Vin, de Madiran, kunt gaan. En waarom noem ik dit heel erg specifiek? Nou, dit is namelijk een van de plekken waar we uitgebreid kennis hebben gemaakt met Lafitte de Stomp. Het is eigenlijk letterlijk vertaald, is het zeg maar het festival van de Madiran wijnen. En wij waren daar naartoe gegaan, eigenlijk puur omdat we op dat moment ook in Frankrijk waren. En Henske zei, oh, deze regio is zo fantastisch. Laten we even door het dorpje lopen, gaan we even een glas wijn gaan op het terras drinken. En vervolgens, terwijl we daar over die landweggetjes aan het rijden waren, zagen we echt zo'n gigantische banner met daarop dus Fête de Vin de Madiran staan. En normaal als we zo'n banner zien, dan is het vaak dat we net of de datum van het festival gemist hebben, of dat het over een aantal dagen is, dus dat we het eigenlijk alsnog gaan missen. In dit geval was het dus echt precies op die dag dat wij er waren, dat het festival ook was. Dus nou ja, je kunt wel raden wat wij toen hebben gedaan. Meteen naar dat festival gegaan. En een beetje de manier waarop zij werken. Dus je betaalde, ik weet als je me nu vraagt wat heb je ook weer voor betaald. Ik heb 15, 5 euro was het. Dus krijg ik even mee vanuit het jaar. Maar dan koop je zeg maar je proefglas en dus je toegang tot het festival. En dan kun je dus bij alle wijnhuizen daar uit de regio Madiran, kun je dus ook eventjes wat wijn gaan proeven. Natuurlijk, het idee is wel dat je ook voor je thuiscollectie daar gaat kopen. Vandaar ook zal daar de lokale scouting was dan ingehuurd, die dan met stekenwagentjes achter je aan zouden rijden. Dus vallen ook even goed mijn rol. Wat perfect idee en zeker eentje die wij ook hebben gebruikt. Maar dat je dan dus bij al die verschillende huizen dan wat kunt proeven. En ja, wat Heske net al zei, zeg maar, ik kan me nog zo herinneren dat die eerste keer kennis maken met deze wijnen, dat ik echt dacht van wow, mijn tandvlees zit wel redelijk, of mijn lip zit wel redelijk een beetje vast aan mijn tanden. En dat we bij Lafitte Stomp waren en dat ik toen eigenlijk zeg maar van, oké, het moet of liggen aan de hoeveelheid wijnen die ik inmiddels heb geproefd, of zij maken wel echt enorm lekkere wijnen. En ik kan niet ontkennen dat door... Maar ik zweer je, Joris heeft ons geholpen, daar ben ik echt van overtuigd. Er stond namelijk een hele leuke Frans kerel, die stond daar achter het kraampje. En die heeft ons dus verteld over die wijnen en dingen laten proeven. En we waren zo erg enthousiast dat we ook hadden geregeld dat we dus ook een bezoekje aan het wijnhuis zelf konden brengen. En daar bleek dus ook wel dat het niet lag aan de hoeveelheid wijnen die we al hadden geproefd, maar dat het echt, zij maken gewoon zulke fantastische wijnen. En laat ik dan nu even een sprongetje maken vanaf het festival naar de eerste keer dat we dus bij Lafitte Stomp bij het huis zelf waren. Of ja, ik denk dat we het gerust over eens kunnen zijn. Dit is gewoon een wijnkasteel. Ik bedoel, torentje en alles erbij. Er ligt nog net geen gracht omheen. En dan is het dat je, als je daar zo de oprit zo op komt rijden, dan is het ook gewoon, je rijdt gewoon echt op een panorama beeld zo van wijnstokken rijdt je zo af. En leuk trouwens om te weten, het is ook mogelijk om een fietstour daar zo door de wijngaard te doen. Ik ben nog niet zo actief geweest, maar even dat je het weet, het is wel een mogelijkheid voor als je daar op vakantie bent. En wel tof dat op het moment, toen wij daar waren, toen hebben we dus hier zo in deze ruimte, die is, hoe ga ik dit uitbeelden?
eigenlijk de muur die hier zo uitkijkt op de wijkkant is dus ook echt helemaal voor glas is gemaakt. Dus je kunt dus tijdens het proeven zie je daar dus ook al die druifjes die je daar zo hangen. Dus dat is alleen maar op het moment dat je op de juiste tijd van het jaar er bent. En dat was een proefwijding die we samen met Erika hebben gedaan. Nou ja, die heeft dus ook verteld van ja, terwijl we hier aan het proeven zijn, we zitten gewoon echt letterlijk boven die grote kelder waar al die mooie rode wijnen en ook een houtgerte witte wijn, daar zo allemaal liggen te rusten. Nou, het is echt, je kijkt je ogen uit en het is echt een familiehuis waar je naam kennis mee wilt maken. Misschien nog even om samen te vatten, want ik merkte er net bij Sylvia dat ik even was vergeten te benoemen wie er ook weer tot familie horen. Nou, je hebt hier papa en mama Lafiet. Pasom, papa en mama. Je hebt mama. Oh, nee, dit gaat lekker, jongens. Ja, en dan hebben we hier Joris, die had ik al aangewezen. En hier hebben we Erika. En dat is dus de familie die Lafiet. We gaan verder op reis en we gaan weg uit het zuiden van Frankrijk. We zijn weer onderweg terug naar huis. Ja. Dat hadden jullie waarschijnlijk wel door. We zijn Alicante, we zijn naar Noord-Spanje gegaan, we zijn naar Zuid-Frankrijk. We zijn helaas echt weer onderweg terug naar huis, maar echt nog een waanzinnig leuk wijnhuis gaan we nu bezoeken. Dus we rijden nog eventjes helemaal door naar het noorden van Frankrijk. Bijna naar Straatsburg. Want daar zit het al heel dicht in de buurt. Dus dat is even niet uit, maar we kijken iets ervoor. En zitten hier in de Elzas. Je ziet misschien al, ik moet lachen hoor, dat is gewoon, ik zie die foto's hier af en ik zie gewoon het typerende van de Elzas en ik denk van, oh ja, het heeft dat kneuterige. Het is zo mooi en die huizen wat je ziet, die kleurtjes, maar het is wat echt heel leuk en dat is natuurlijk ook, ja, als je de geschiedenis van de Elzas bekijkt, dat was Duits, dat was Frans, toen weer Duits, toen weer Frans, toen weer Duits en het is nu Frans. Gelukkig wel even. En je ziet dit ook terug als je er bent. En je hebt de mensen spreken zowel Frans als Duits. Hoewel ze het wel heel erg prettig vinden als je Frans mensen spreekt. Maar ze kunnen gewoon Duits met je praten als je dat liever doet. En je ziet het in de stijl van de huizen. En het komt ook terug in de naam. De namen sowieso van de plaatsen, sommige namen zijn alweer heel Frans, daar zitten we weer van Colmar, nou, dat is best wel Frans. Maar zo zitten we hier in het kleine plaatsje Sherwiller. Nou, Sherwiller klinkt dan toch wel weer vrij Duits. En om het dan weer af te maken, dat is helemaal leuk, dan hebben we beide. We zitten hier bij bijna Gilbert Roman. Dat kan je dus heel mooi op zijn Frans uitspreken. Dan heb je dus gewoon een man mee. Je kan er natuurlijk ook iets Duits van maken. En dan gaan we ook gewoon dit wijn die je dan nu in je glas hebt. Want we blijken gewoon niet betaald hoor. En dit is dan nummer 4. Hoe verwarrend dit ook vandaag misschien eventjes kan zijn. Want we zijn heel braaf. Zijn we van wit naar rosé naar rood gegaan. En dan gaan we ineens naar wit, want dat is echt nummer 4, dus we gaan ineens weer naar wit, na de rood. Dat is al heel verwarrend. En dan heb ik hier ook nog een foto achter me van druif die toch meer op rood lijkt dan op wit. Dus het is gewoon om de verwarring helemaal af te maken. We weten niet of het nou Frans of Duits is en of het een wit-rood. Maar het is echt wit. Het is ook echt een witte wijn. Je ziet het ook in je glas. Het is wel een wat iets donkerder gekleurde witte wijn.
Maar dat is op zich ook wel logisch als je natuurlijk ziet hoe het verdrijf dit gemaakt is. Want dit is eigenlijk, dit noemen we een grijze druif. Dus dat is net zoals dat we bijvoorbeeld de Pinot Grigio of de Pinot Gris kennen. Dus dat is ook een grijze druif. En zo hebben we ook de Grenache hebben in een grijze druif, de Grenache Gris. En deze heeft helemaal niks van Gris of grijs in zijn naam. Dit is gewoon de geboortestraminer. Hier in de Elzas, wat nu dus Frankrijk is, is het geboortestraminer. Heeft hij dus ook geen omhoud op de U. In Duitsland heet hij gewürztraminer. Gewürz is kruiden. In het Duits. Maar in Frankrijk hebben we het gewoon over een geboortestraminer. En eigenlijk noemen ze het heel vaak gewoon een traminer. Zo heet hij ook weer in Noord-Italië. Zou gewoon lekker verwarrend weten. En dan ga ik nu uitleggen waarom het toch kan om na die rode wijn die we net hadden, naar een witte te gaan. En dat is, als je deze ruikt, dan is het wat we noemen aromatisch. Het is dus niet zoet. Het is geen zoete wijn. Het is dus niet een dessertwijn. Want dan zei ik, ja, dat is logisch. Eindelijk een dessertwijn. Nee, dat is dit niet. Het is gewoon een droge wijn. Het valt onder de categorie droge witte wijnen. Niet dessertwijnen, niet zoete witte wijnen. Maar wel heel aromatisch. En eigenlijk wat ook wel heel grappig is, het is gewoon als je ruikt, dan gaan we toch even één ding zeggen over aroma, en dat is lychee. Deze is, als je dit ruikt, als je dit proeft, dan is dat het eerste waar je denkt, lychee. En dat is heel kenmerkend voor een geboortestraminer. Dus, als je ooit ergens blind een wijn zou moeten proeven, en iemand die vraagt even, nou raad maar, wat is dit? En je ruikt lychee, geboortestraminer. Dat is heel, heel, heel kenmerkend voor deze wijn. Het is een van de nobele druiven, zoals dat in de Elzas noemt. Want de Elzas is eigenlijk het gebied waar de beste geboortestraminer vandaan komt. Er zijn een aantal regio's ter wereld. Het moeten wel de wat koelere regio's zijn, want het is een druif die, ondanks dat hij dus dat hele aromatische heeft, is het een druif die een koel klimaat nodig heeft. En dat komt dat aromatisch is echt de druif zelf. En als hij dus in een warm klimaat zit, dan wordt hij dus gewoon veel te zoet. En hij heeft heel weinig aciditeit van zichzelf. Dus dan krijg je dat hij niks spannends aan zuren meer heeft. En dan wordt hij veel te zoet en is niet lekker. Dus een koel klimaat. Nou, Elzas heeft en een koel klimaat. En we zitten dus echt in Noord-Frankrijk. En het heeft een heel interessante ondergrond. Met die, het zit een bergketen. En dat zorgt ervoor dat je ook dat terroir, waar we net ook al waarom de Fransen dus zo belangrijk vinden. Dus het zorgt ook voor een hele mooie mineraliteit in de wijnen die uit Elzas komen. En het geeft dus ook extreem veel karakter. Dus de wijnboeren in de Elzas zijn in staat om van de geboortestraminer eigenlijk de mooiste wijnen te maken als je wereldwijd kijkt. En er wordt niet veel geboortestraminer gemaakt wereldwijd, omdat het een moeilijke druif is voor wijnboeren. Daarnaast misschien omdat er ook een boel mensen zijn, zeker hier in Nederland bijvoorbeeld, die zo'n wijn ook nog wel heel lastig vinden. Want het doet denken aan zoete wijn. En dan heb je de vraag, vind je meer zoete wijn? En de zoete wijn is toch niet, is er niet lekker? Of je hoort geen zoete wijn te drinken? Of dat is niet goed? Of, ten eerste is het zo dat het geen zoet wijn is, maar los nog daarvan, er is echt niks mis met een mooie, goede zoete wijn. En deze, want dit is eigenlijk een gewone geboortestraminer, dus het is niet de dessertvariant ervan, die heb je ook nog. Maar
wat is nou zo leuk aan deze wijn? Je kan hem dus heel erg goed inzetten bij bijvoorbeeld Thaise gerechten, Vietnamese gerechten. En dus eigenlijk dat Aziatische, daar doet hij het echt super goed bij. Dus als je fan bent van een wat pittigere en wel mooie, elegante gerechten, dus kenmerkend voor een beetje die Zuidoost-Aziatische keuken, het is een beroetstrameer, het is echt een ideale keuze. Ten eerste, omdat hij een beetje dat kruidige heeft. En dat kan heel goed tegenover vaak het kruidigere en het gemberachtige wat je in die gerechten ziet. En die lychee, daar begrijpen we met z'n allen waarom dat goed past bij dat soort type gerechten. Maar juist ook dat aromatische, dus iets dat wat je misschien snel zou omschrijven als zoet, maar het is gewoon veel meer dat hij niet zijn restsuikers houdt, en dat hij dus dat aromatisch heeft, het zorgt ervoor dat pittige in dat eten zo mooi uitgebalanceerd wordt. Daarnaast doet hij het ook heel erg goed bij bijvoorbeeld een mooie blauw schimmelkaas. Een vlamkoeken, een Münsterkaas. En dan is het natuurlijk helemaal van, waar zitten we? Nou, het gebied van de Münsterkaas. En dat soort type gerechten gaat deze wijn gewoon echt waanzinnig goed bij. En los van dat hij dus naar lychee ruikt, dus als je hem echt ruikt, dan is hij aromatisch, fruit, lychee. Als je hem proeft, dan denk je, ja, hij heeft nog steeds dat aromatische, maar het is niet zoet. Het wordt niet stroperig. En je zit niet in dat je denkt van, maar het is echt dat zoete probleem. Het is absoluut wel aromatisch. Maar waarom zou dat af en toe niet gewoon heel erg lekker zijn? Bij het huis is Jouwel Roeman. Ik denk het misschien de eerste zin waar ik mee begin om een beetje dit wijnhuis, om jullie er een voel bij te geven, is de enorme passie, misschien bijna zelfs obsessie, die zij hebben met de wijnen uit dit gebied. Ik kan me nog herinneren dat de eerste keer dat we daar langs gingen, dat het echt gewoon, voelde misschien een beetje op de bonden voor hen, maar wij kwamen daar dus, we waren dus van dorpje naar dorpje gereden en dan is het echt, je rijdt alleen maar door wijngaarden heen, het is echt zeg maar een soort de hemel of zo waar je doorheen rijdt. Misschien was het alleen in mijn hoofd zo, maar ik zweer je, dit is echt het gevoel dat je krijgt. En wij reden op een gegeven moment een dorpje door, dus naar het huis van Jouwel Roeman. We stoppen zeg maar de auto op de oprit, lopen ze een heel klein trappetje omhoog, bellen even aan met het idee van, nou ja, we zijn hier, zullen we even kletsen over wijn. En echt zeg maar een seconde later hangt moeders, die hangt zeg maar zo uit het raampje met de vraag eigenlijk van, oh, leuk dat jullie zijn, wat komen jullie doen? En toen zij dus hoorden van, ja, we willen eigenlijk praten over jullie mooie wijnen naar Nederland halen. En dat zei, oh, dan zal ik even wat de jongens even roepen. Nou ja, vervolgens horen wij dus heel luidkeels Guy geroepen worden. Nou, daarmee was meteen de vraag beantwoord van, gaan wij in gesprek met Guy of met Pascal gaan we aan? En Guy die komt dus uit de andere deur. Zeg, joh, kom maar even binnen. Ja, dat zal hij dus in het Duits, nee, Frans zou hij zeggen, denk ik. Maar equivalent van kom maar even binnen. Dus wij het trappetje omhoog, vervolgens de trap naar beneden, zo de kelder in. En hij schelde het eerder al een beetje over het soort kneuterige gevoel dat je daar kunt hebben. Nou, dat was echt zeg maar door bijna het gevoel van een hobbykelder. Dus dat je echt zeg maar de wijnen, die lagen wel overal keurknetjes uitgestald. En echt, ik word helemaal hebberig op het moment dat ik wel stapels vol met flessen wijn zie. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar echt, ik zweer je, dat krijg je als je daar naar binnen loopt. En dan hadden ze ook echt overal zeg maar de kaften van de Guy Tachette, dus zeg maar de Franse wijnbijbel. Die hadden ze in elke bijbel waarin ze hadden gestaan, hadden ze dus ook echt aan de muur opgehangen. En dan alle prijzen die ze hadden gewonnen met hun wijn. Het is duidelijk, zeg maar, wijn was online daar bij de inrichting. En dat hij ook meteen begon te vertellen over ja, de verschillende wijnen die ze dus maakten. We mochten alles proeven. Hij vertelde vol trots over dat zij dus ja, niet alleen HVE gecertificeerd zijn, maar dat ze dus ook op de Terra Vitis manier werken. Dus echt heel erg bezig zijn, niet alleen met
de type wijn die ze maken, maar ook wat gebeurt er in die wijngaard, wat voor effect heeft dat op de biodiversiteit. Dus echt die jongens hebben zoveel passie voor het maken van wijn. En ook toen wij dus vertelden van ja, we zouden ook graag even wat filmmateriaal op willen nemen. Dus ze zeiden nou ja, je bent vrij om in ieder geval hier zo door onze kelder te lopen te filmen. Maar ze wilden ons ook eventjes naar het wijngaard gaan. En toen hebben ze ons meegenomen naar de wijngaard op de Rittersberg. En er werd ook, ik weet even de naam van het kasteel niet meer. Ik dacht Königsberg, hoor ik uit de Friesen. En, maar dat liet ze dus ook gewoon zien, dat het heeft zo echt fantastische liggingen. Zo in het zonnetje was het ook op dat moment. En dan dat kasteel daar zo aan de bovenkant. En dat Guy dus ook vertelde, maar ja, dit is denk ik een van de mooiste stukken wijngaard die we wel niet hebben. Niet alleen door de ligging, maar ook nog het uitzicht dat je hier zo hebt. Ik zweer je, ik heb nog een les gekregen over hoe ik die wijnstokken ook mee zou moeten knippen op het moment dat er weer een onderhoud plaats moest vinden. En waarom precies op die manier? Echt, het is, als je zeg maar niet al enthousiast werd van de proeverij die je daar in de kelder hebt, dan word je wel enthousiast van de manier waarop zij vertellen over hun wijn en hoe ze daar zo mee bezig zijn. Ook daarom had ik die foto even bij gedaan. Voor degene die mij beter kent, ik ben nergens zo fan van als van, zeg maar, kinderen die dus ook les krijgen in de wijngaard. En dat je dat dan zo voorbij ziet komen. Dat ze zeiden van ja, het is toch ook een stukje traditie, wil ik denk ik zeggen. Maar ook gewoon alles nadenken van hey, dit zijn ook allemaal kinderen die hier in deze regio opgroeien. Die waarschijnlijk ook besmet raken met die liefde voor het maken van wijn. Dus ja, dit is dan eigenlijk de eerste lessen die ze alvast zo krijgen. En ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ik eigenlijk een beetje jaloers ben. Dat ik niet ook hier ben opgegroeid. En ja, dan zijn we, helaas zijn we nu zover dat we weer verder terug gaan. Zoals ik al zei, we waren onderweg terug naar huis. En we gaan uit de Elzas, gaan we terug. Tip voor jullie, je ziet hier staan 5:16. Ja, het is natuurlijk wel een end rijden. Maar als je erover nadenkt, zo'n enorm leuke wijnregio. Eigenlijk zo dicht bij huis in Nederland. Dan zou ik zeggen van, ga er een keer op bezoek. Doe het gewoon een keer. En ja, we zijn dus weer terug. We zijn weer terug in onze winkel in Veghel, waar we ook gestart zijn met onze roadtrip. Ja, en zoals je dus kunt raden, het is voorbij. Nou, hey, hartstikke leuk dat jullie zijn meegereisd. En ja, nou ja, tot nu toe, elke keer zijn we afgesloten van nou, we zien jullie volgende keer voor de rest van de reis. Want ja, we waren onderweg. We zijn nu weer terug in Veghel. En ja, enorm gezellig dat jullie meegereisd zijn. En hopelijk tot heel snel. Zoals ik al zei, we zitten natuurlijk in de regio van Alicante. Nou, als je iets ten noorden van Alicante zit, dan zit je in een zeer bekende vakantieregio voor heel veel onder ons. Dat is namelijk het stukje tussen Valencia en Alicante. Dat is dus ook waar Benidorm ligt en Moraira en meer van dat soort Denia, meer van dat soort bekende leuke plekken. En de vraag die wij dus net kregen was, goh, zou het kunnen zijn dat ik deze wijn daar op het terras te drinken krijg als ik gewoon een glas witte wijn bestel? Een lokale witte wijn. Ja, dat zou dus echt heel goed mogelijk zijn. Want zoals wij dus ook bij dit wijnhuis zijn gekomen, dat ze in Alicante natuurlijk een heel aantal cafés en restaurants van wijnen voorzien. Geldt dat eigenlijk wel voor de regio van Alicante ook. Dit is gewoon een wijnhuis dat
gewoon echt hele leuke prijs-kwaliteit wijnen maakt. En dat weten de locals weten dat natuurlijk ook. Die komen daar namelijk ook om hun wijn gewoon te tappen. Hé, hey, nu we het over tappen hebben, mochten jullie er niet hier bij ons in de winkel zijn geweest, dan is dat hetzelfde idee van wijn. Maar dat is ook wat ze daar bij het wijnhuis doen. Dus die locals die komen daar gewoon met hun jerrycan om te tappen. En het leuke is dat die cafés en restaurants dus ook gewoon weten. Ja, die wijnen die vallen gewoon hartstikke in de smaak. Die drinken gewoon hartstikke prettig, zeker zo op het terras. Dus het zou zomaar kunnen zijn. En mocht je het niet zeker weten, of mocht je denken van nou, ik wil juist wel zeker weten dat ik een wijn van Las Virtudes heb, dan tik, mocht je dan op vakantie zijn, vraag het gewoon op dat terras. Ten eerste moet ik daar even op reageren dat er natuurlijk best ook frisse wijnen uit zuidelijke gebieden komen. Het gaat namelijk niet alleen om hoe zuidelijk het ligt, maar ook hoe hoog het ligt en wat het klimaat is. Vooral het klimaat is heel erg van invloed op de ontwikkeling van de druiven. En in dit geval hebben we het natuurlijk over een Sauvignon Blanc. Dus dat is van zichzelf al een druivenras die het frisse in zich heeft. Alleen hij moet wel passen bij het klimaat waar het dan om gaat. Hij moet daar tegen kunnen. En de Mercedera is ook zorgt ook voor frisheid in een wijn. Zoals ik al zei, wordt gebruikt als een mixdruif. En vooral om frisheid ook toe te voegen. En het leuke is, zoals ik ook al vertelde, van als je vanuit Alicante naar de wijnregio van Alicante rijdt, dan rij je dus echt, het is echt wel zo'n 40, 50 kilometer rijden. Ja? Dus het is ook niet direct om de hoek. Maar je rijdt dus echt omhoog. Zoals ik net al zei, je zit toch wel op een 500 meter hoogte ongeveer. En dit is een heel interessant klimaat, want het is in de zomers kan het er absoluut heel warm zijn. En in de winters kan het er echt heel koud zijn. Het betekent ook dat ook vroeg in het voorjaar, of later juist in het najaar, en ook de nachten, die kunnen echt nog wel vrij fris zijn. Zelfs als bijvoorbeeld in een woestijn. Als je in een woestijn bent, dan kan het overdag echt heel erg heet zijn. Dan kunnen de nachten heel koud zijn. En dat is ook weer van invloed op de ontwikkeling van de druif. En te zorgen dat de druif ook voldoende frisheid eigenlijk bij zich houdt voor het specifieke druifras waar je het dan over hebt. Rosé is eigenlijk gewoon het Franse woord voor een roze wijn. Je hebt rosado, dat is het Spaanse woord voor rosé. En je hebt dan rosato, dus met T. Het lijkt een hele interessante klemtoon, maar dat is Italiaans voor rosé. Op zich het zout niet. Dus het is niet zo dat je zegt van, oh, dan wordt een wijn zout. En dat is zeker niet het geval. Kijk, de zee, daar komt natuurlijk zout van. Dat is absoluut dat je een huis hebt huurt langs, zeg maar aan het strand. En of je ligt op dat strand, nou ja, aan het einde van de dag heb je ook het gevoel van ik heb echt overal zout. Ja, dat huis dat is ook, dat hele huis zit onder het zout. Want dat is zeker al waar. Dus er komt ook natuurlijk wel zout op die druif, dus ook nog die druif. Alleen het is niet zo dat ook noodzakelijk is mee kan, dat als je die druif natuurlijk weer zou wassen, dan zit het zout er van. Maar het is wel zo dat er heel vaak wel een bepaalde vorm van ziltigheid eigenlijk weer terug te proeven kan zijn in wijnen. Die dus gemaakt worden van druiven die komen van een wijngaard die dus naast de zee ligt, of heel dicht bij de zee. Nou, is het een rosé? Klopt, dat zie je echt bijna nooit.
En dat heeft ermee te maken dat dat gewoon eigenlijk heel erg moeilijk is. Dus je moet als wijnhuis moet je heel erg goed rosé kunnen maken. Om ook te zorgen dat die wijn de juiste combinatie, dus de juiste structuren eigenlijk heeft. Om te zorgen dat die er tegen kan. Tegen die rijping op die eikenhouten vaten. En dat die niet daardoor als het ware niet meer drinkbaar is. Want het is niet zo dat daar wijn per definitie lekkerder van wordt. Dus het moet iets toevoegen aan de wijn. En dat betekent dat het basiskarakter van de wijn al dusdanig moet zijn dat die er eigenlijk alleen nog maar beter van wordt. En bij rosé is dat gewoon heel erg moeilijk, omdat de meeste wijnhuizen eigenlijk hun rosé niet als een complexere wijn maken. Ze maken het heel vaak als een hele simpele wijn. Dus dat betekent dat ze kiezen voor druiven die van hele jonge wijnstokken zijn. Nou, zoals je bijvoorbeeld bij deze Simple Rosado die je nu in je glas hebt, die is van hele oude wijnstokken, van 80 jaar oude wijnstokken. Dat betekent dat die druiven van echt heel erg ontwikkeld zijn, hebben heel veel karakter en heel veel complexiteit. En dat heb je sowieso nodig. Dus op het moment dat je een rosé maakt van eigenlijk hele jonge druiven, dan heeft hij gewoon nog niet voldoende ontwikkeld, een voldoende ontwikkeling om hem daarna ook nog op eikenhouten vaten te laten rijpen. Nou, datzelfde kunnen we bijna een beetje loslaten ook op de witte wijn. Met een groot verschil dat je eigenlijk witte wijnen, best wel veel witte wijnen ziet, die wel gerijpt zijn op eikenhouten vaten. Dus daarin klopt dat niet, omdat je niet zo vaak ziet. Dat zie je eigenlijk nog best wel vaak. En ook gelukkig steeds meer. Ook daar is het zo dat op het moment dat je een witte wijn, eigenlijk als een jonge wijn, dus net de La Witte Del Mar die we hadden, dat was een hele jonge wijn. Dat was van een wijn als van vorig jaar, van 2020. Dus die wijn die is net klaar. Die is in september zijn die druiven binnengehaald, die zijn gefermenteerd en die wijn is op de fles. Dus die is echt net klaar. Dus het is een hele jonge wijn. Die heeft dus ook nog niet dat ontwikkeld. Maar dat is ook niet de bedoeling van de wijnboer. Die heeft daar gewoon hele frisse, jonge wijn van gemaakt. Een wijn die je wil laten rijpen op eikenhouten vaten zal dus die complexiteit moeten hebben. Dat is dus wat de wijnboer in het begin dan ook wil gaan maken. Dus die zorgt er ook voor dat hij druiven selecteert die van echt een goede en hoge kwaliteit zijn. En dat heb je nodig om te zorgen dat die wijn ook beter wordt door een eikenhouten vaten. Want anders dan wordt hij er echt niet lekkerder op. En dan krijg je een beetje wat ze in de nieuwe wereld doen en wat ze hier in Europa niet mogen doen. Wat ze dan doen is bijvoorbeeld houtpoeder toevoegen aan een wijn. Omdat je dan wel kan zelf kijken, heeft op eikenhouten vaten. Maar dat heeft hij dus niet eens voor houtpoeder te doen. Dus ja, je proeft eigenlijk een soort hout in je wijn. En dan kan die nog steeds heel goedkoop zijn. Dus als je erover nadenkt, is dat natuurlijk heel raar. Want je moet hele goede druiven gebruiken. Je hebt je eikenhouten vaten nodig. Die zijn echt niet goedkoop. Je kan hem maar een paar keer gebruiken, zo'n 4-5 keer. En dan moet je een nieuwe kopen. Dus ja, zo'n wijn wordt vaak ook gewoon duurder. Dus je wil als wijnboer ook echt iets neerzetten. Dat gaat hij zeker. Op het moment dat je ook daar, want het eigenlijk, als het maar uitgesproken is. Uitgesproken smaken bij andere uitgesproken smaken, dat is eigenlijk vaak natuurlijk wel een goede match. En op het moment dat je dus op die barbecue gewoon een goed stukje vlees of zoiets, dus ook daar bijvoorbeeld een lekker stuk rood vlees of iets anders, maar een goed stuk vlees op die barbecue legt, dan krijg je natuurlijk toch ook een mooie uitgesproken smaak. En dat gaat ook echt hartstikke goed bij die vlees, zeg maar. Absoluut. Dit is de gewone Quince
En er worden van deze druif, dus van de gristmarine, dat zal je natuurlijk niet verbazen, dat hier natuurlijk ook hele lekkere dessertwijnen van gemaakt worden. Nou, die kan je herkennen aan de namen die ze dan eraan geven. Want de vraag is, hoe kan ik die herkennen? Nou, dan kan je dus herkennen aan de namen. Dan staat er ook duidelijk van gristmarine op. En dan staat er bijvoorbeeld vendange tardive. Nou, vendange tardive betekent dus een verlaten oogst. Dus wat ze dan doen, is dan laten ze de druiven wat langer nog aan de stokken hangen. Zodat ze nog rijper worden. En daardoor natuurlijk nog veel meer suikers ontwikkelen. Dat ze nog steeds rijper, bijna totdat ze rot zijn. Maar ze zijn nog niet rot. Maar bijna tot dat punt, dus je krijgt al bijna dat ze ook iets gaan indrogen en zo. Dus heel geconcentreerd. En dan maken ze daar de wijn van. Dus als dat erop staat op het etiket van Don Stardive, dan weet je al dat je dus eigenlijk in de dessertwijn of in de echt wel de zoete, dus je hoeft hem niet als dessertwijn te drinken, want dat kan ook gewoon heerlijk, bijvoorbeeld nog steeds bij zo'n heel sterke kaas, een sterke uitgesproken kaas. En als je dan jezelf echt helemaal wil verwennen, pak dan waarop staat dat het een Grand Noble is. En ik zei net al, weet je, het is een van de nobele druiven van de Elzas. En wat betekent dat? Nou, ze kunnen in de Elzas, en ook wel in een aantal andere gebieden hoor, maar het zijn maar een beperkt aantal gebieden waar ze dat kunnen, kunnen ze wijnen maken van druiven die ze laten rotten. Maar dat noemen ze dan een edele rotting. Want ze doen het heel gecontroleerd. Dus ze weten precies wat ze moeten doen en hoe ze dat onder controle moeten houden. Zodat die druiven eigenlijk dus wel rotten, maar zonder dat ze slecht worden. En wat er dan gebeurt, en dan zijn ze echt in Frankrijk, kunnen ze dat echt wel als de beste. En dan kunnen ze van die druiven, kunnen ze dan weer wijn maken. Ja, en dat is echt jezelf uitermate verwennen. Maar dan heb je dus ook echt een waanzinnig mooie dessertwijnen. En dus ja, nogmaals, dessertwijn. Ook die wijn kan je natuurlijk echt waanzinnig goed drinken. Bij een heerlijk stuk blauwe kaas of een stuk Münsterkaas. Dus je kan het op die manier eigenlijk gewoon goed de etiketten lezen. En dan zijn dit de verschillende kenmerken die je dan kan tegenkomen. Ja, er zijn steeds betere alcoholvrije wijnen. Als je in ieder geval maar zorgt, dat is in ieder geval een tip, want vanuit een tip, zorg dat je een alcoholvrije wijn hebt die gemaakt wordt van echte wijn, dus dat eigenlijk de alcohol eruit gehaald wordt, want anders heb je gewoon druivensap en dan wordt het echt heel erg zoet. Dan raad ik je echt aan, koop dan maar gewoon druivensap als je daarvan houdt. Dus zorg dat het, en ja, wij hebben ook alcoholvrije wijnen, we hebben een Spaanse alcoholvrije Verdejo en witte, we hebben een Spaanse alcoholvrije Tempranillo, we hebben zelfs een bubbel. De mousserende Verdejo. En wij staan er in elk geval achter. Verwachten dat het toch op dit moment van wat men kan aan alcoholvrije wijn.